dus eens een terminus voor vele afvalstromen. Het wordt er niet opgeruimd. Hedendaagse materialen zoals plastic en nylon accumuleren in plaats van te verteren. Een derde van het afval spoelt aan op de stranden. Selectief het onnatuurlijk afval opruimen kan enkel met de hand. Dit doet men tijdens jaarlijkse lenteprikkel. Mijn naam is Cathy Valpame en ik werk voor het coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Dit jaar is het voor de derde keer dat we de lenteprikkel organiseren en hebben we met 362 deelnemers ongeveer 1,8 ton afval opgeruimd. Mijn naam is Claude Wellaert, ik werk voor de provincie West-Vlaanderen als steunpunt Natuur en Milieueducatie Kust. Lenteprikkel is dus een jaarlijkse actie die we ondernemen in elke kustgemeente. Ook om de gemeenten mee te overtuigen om dus bepaalde stukken strand manueel te strandrijden. Dat afval brengen we dan terug naar het centraal punt waar dat het dus gesorteerd wordt en dan zo apart gewoon wordt. Straks gaan we ook nog een test doen met de machinale strandtrainer. En we zien dus dat bepaalde stukken, bepaalde fracties afval toch wel het meest voorkomen. Bijvoorbeeld vooral visnetten en touwen vormen eigenlijk het grootste onderdeel. Daarnaast uiteraard is er ook veel houtafval, plastic terug te vinden. Onze stranden worden grondig met de machine gereinigd. Maar wanneer alle natuurlijke aanspoelsels worden opgeruimd, verdwijnt ook de strandbiotoop met ze mee. Wat we eigenlijk als belangrijkste boodschap wilden meegeven aan de gemeenten, is dat we hen willen vragen om stukjes strand aan te duiden, om op een natuurlijke manier te reinigen. En de bedoeling erachter is dat we de gemeente vragen om minder met de machine te reinigen, maar eigenlijk enkel met de hand het afval op te ruimen. De voornaamste reden is dat die machine niet selectief kan zijn. Die neemt ook het echte afval uiteraard mee, wat de bedoeling is, maar die neemt ook alle natuurlijke materialen, organisch materiaal, dat kunnen zeewieren zijn, schelpjes, skeletten van dieren die aanspoelen. Als je dus handmatig reinigt, ga je enkel die stukjes eruit halen die echt afval zijn en alle natuurlijk materiaal kan blijven liggen. De vis die normaal opgegeten wordt door de vogeltjes of door andere dieren,